De Duitse school in Madrid is om te beginnen wereldwijd een van de 145 Duitse scholen in het buitenland. Binnen Spanje en Portugal is ze een van de 9 scholen die leerlingen voorbereiden voor het abitur, het Duitse middelbare schooldiploma. Onder deze 9 scholen is deze school de grootste. Onze school heeft 1650 leerlingen die door 120 leraren en leraressen worden onderwezen en bovendien zijn er nog 30 educatieve krachten beschikbaar. Daarmee zijn we binnen het systeem de grootste school op het Iberische Schiereiland. De Duitse school in Madrid werd in 1896 opgericht en startte met 36 leerlingen in 3 klassen. In 120 jaar is de school uitgegroeid tot de grootste Duitse buitenlandschool in Spanje en Portugal. En wereldwijd behoort ze tot de 5 grootste. We zijn in essentie een Duits-Spaanse ontmoetingsschool, maar hebben inmiddels ook een zeer sterk internationaal karakter. In hoofdlijnen is de school onderverdeeld in een kleuterschool, een basisschool, een middelbare school, een grote aula en een sporthal. Alle faciliteiten worden bediend met Blue Smart. De gebruikers stonden in eerste instantie zeer sceptisch tegenover het systeem, omdat men zich niet kon voorstellen dat zoveel mogelijk zou zijn met een sleutel die zo klein was. Maar na 2 weken was het ijs gebroken. En nu zou eigenlijk niemand het systeem nog willen missen. We hebben gekozen voor het sluitsysteem van Winkhaus, omdat ons vrij snel duidelijk werd dat wij dit aantal deuren helemaal niet zouden kunnen bedienen met een conventioneel sluitsysteem. In ieder geval niet op een rationele en praktische manier. Het was voor ons duidelijk dat we een elektronisch sluitsysteem nodig hebben en we waren op zoek naar een systeem, terwijl we tegelijkertijd wisten dat we onze deuren niet meer konden bedraden, omdat de hele planning voor de bekabelingen reeds afgerond was. Daardoor belanden we na een relatief korte en intensieve zoektocht bij Winkhaus en het Blue Smart systeem. De voordelen voor dit systeem laten zich relatief snel samenvatten. Enerzijds hoefden we onze planning niet aan te passen en hoefde er niet achteraf geïnvesteerd te worden in bekabelingen. Anderzijds zou een deeltijdkracht voldoende zijn om het systeem te beheren. In geval van een conventioneel sluitsysteem zouden 1 of 2 conciërges noodzakelijk zijn geweest voor het beheer van het systeem. De samenwerking met Winkhaus verliep te alle tijden op een voorbeeldige manier. We kregen uitstekende adviezen. Als er problemen zijn, krijgen we tot op heden binnen de kortst mogelijke tijd hulp. Een aanbeveling is beslist op zijn plaats.